Alst en ik werk bij Bugaboo. En zodoende ben ik bij Global Designathon terechtgekomen, want Bugaboo is een van de partners dit jaar van Designathon. Heel leuk om te zien hoe de kinderen ermee bezig zijn, maar ook dat het geleid wordt door de hele design thinking. Dus dat ze wel de stappen doornemen, dat ze daar ook echt over nadenken en ook genoeg ervan af weten eigenlijk om daarmee bezig te gaan om een oplossing voor te verzinnen. Dus ze moeten eerst de vragen beantwoorden en dan komt van alles uit en dan schetsen. En dan denk je, nou, ik ben heel erg benieuwd wat voor prototype hieruit gaat komen. En dan toch aan het einde van de dag staat er echt, nou, gigantische bouwwerken, wat ze zelf hebben gemaakt. Problemen oplossen, of tenminste dat is in verschillende richtingen denken. En dat kan natuurlijk ook weer inspiratie geven. Hè, want anders doet iedereen hetzelfde. En als je creatief gaat nadenken en andere dingen gaat verzinnen, dan kun je wat afslagen maken en weer een andere weg inslaan en letterlijk ergens anders uitkomen. Waar misschien de zon schijnt in plaats van waar het regent. Hè, dus dat, ik denk dat dat wel belangrijk is om dat te stimuleren.